kwam in maart, toen de lente ook wou komen. Ze verovert land voor land meteen een mondiaal succes. Baant zich een weg in het echt en onze dromen. Made in China, maar veel sneller nog dan AliExpress. Haar gevolg klinkt als een boyband. COVID-19, supercool. Ze verovert generaties. Ze gaat rechtaf op haar doel. In Italië paraat bij de wintersport fanaten. Zonder gips vlucht door een beenbruk of ontwrichte knie. De lawine kwam pas thuis, want we kregen in de gaten. Dit gevoel blijkt geen vertraagde kater door de après-ski. En Borsato is vergeten, net als Bridget en André. Iedereen kijkt naar corona, ze is steeds op de tv. Het is ellebogenwerk wat ze doet en hoe wij hoesten. Ze zorgt dat scholen sluiten, het theater en de kerk. Ook de sport is uitgesport, corona houdt haar koest en voor het eerst geen file meer en thuis doet men zijn werk. Geen wc-rol meer, geen kapje, over mond en over neus. Dat gehamster leek een grapje, maar wordt nu bloedserieus. Op zondag zaten wij allemaal om klokslag 7 voor de buis, daar was ons baken, onze Mark de premier. Hij weet niet te vertellen hoe we nu moeten gaan leven, maar in elk geval geeft hij ons het gevoel van ik leef mee. Die erzorg recht nu de schouders, vooralsnog niet uitgeput. En we bellen onze ouders, maar geen hand wordt er geschud. Snel, er wil niet weg te rennen. Ze gaat viral, ze is lean, ze heeft een bloedgeile PR. Origineel houdt op de box en